Ik praat hier met Lex van Kastelen, de man die eigenlijk de vader is van de wijkkrant. Hoe voel je? Best wel trots. We hebben de eerste wijkkrant klaar. We hebben net gepresenteerd. Paulus Jansen heeft de eerste symbolisch in ontvangst genomen. En heeft ook nog eens een keer het belang van een wijkkrant als deze benadrukt. En eigenlijk best wel heel trots op wat we met z'n allen bereikt hebben. Vindt u leuk dat de wijkkrant komt? Ja, hartstikke interessant. Er staan allemaal dingen in wat de mensen niet weten. En nu kunnen ze het in de krant lezen. Je hebt hem al gelezen of niet? Nou, een stukje gekeken net. Vindt u hem mooi? Ik vind hem mooi, ja. Wat vindt u van de wijkkrant? Wat vindt u dat hij er is? Ja, dat vind ik heel leuk. Want ik woon hier nog niet zo lang. En voor mij is het wel goed om eens te kijken wat hier allemaal in de buurt te doen is. Ik ben zelf erg creatief, dus dat vind ik wel leuk. Wat zou je precies willen doen? U zegt u bent creatief. Iets met sieraden, of mensen helpen, of samen iets doen. Ik ben ook wel iemand die graag iets samen met mensen doet. De activiteitenagenda staat in basis nu in de wijkkrant erbij. Daar zit een complete activiteitenagenda in. Maar die komt maar één keer in de 3 maanden uit. Dus we gaan tussentijds een losse agenda uitgeven met alleen de eenmalige activiteiten voor die komende maand. Zodat iedereen elke maand op de hoogte is van alle activiteiten in de wijk. Wat is WijkConnect? WijkConnect is een online ontmoetingsplaats met als doel mensen verbinden in de wijk. En dan kun je als bewoner, als non-profit organisatie of als bedrijf vertellen wat je te bieden hebt aan de wijk, maar ook wat je te halen hebt. Maar is dat een soort marktplaats of is dat een soort dienstencentrum? Een combinatie. Er zit een prikbord in voor vraag en aanbod. Dus denk aan het prikbord van de Albert Heijn, maar dan digitaal. En dan kun je oproepen delen zoals ik zoek een vrijwilliger voor het buurtcentrum of ik heb mijn been gebroken, kan iemand mijn kinderen naar school brengen. Maar er zit ook een activiteitenkalender in waar je dus als stichting, vereniging, buurthuis, bewonersgroep kan delen wat jij organiseert in de wijk. En wat is de URL daarvan dat men dat kan vinden? Het is wijkenconnect.com en dan zie je een grote roze knop en dan klik je op en dan zie je alle wijken van Utrecht. En vandaag wordt daar Kanaleiland Transwijk aan toegevoegd.